Rietmolen is een klein dorpje aan de Schipbeek op de grens van Twente en de Achterhoek. Ooit had het dorp met zijn 1100 inwoners een paar winkels, een postkantoor en een biebus. Maar dat is verleden tijd. Sinds vorig jaar is zelfs de Rabobank met zijn geldautomaat verdwenen. Behalve een prachtige nieuwe sporthal is er voor de kinderen in Rietmolen straks echt helemaal niets meer te doen. Sam en Bente wonen net 2 dagen samen en maken zich nu al zorgen om de toekomst. Maar Sam, een kerel met pit, laat het er niet bij zitten. Ik heb het! Erika! Erika! Erika? Wie is Erika? Erika, de oude voetbalkantine! De oude voetbalkantine! Ik heb het! Wat had je nou vannacht over die ene voetbalkantine? Nou, we gaan de oude voetbalkantine ombouwen tot jeugdhonk. Waarom dan ook niet gelijk een bibliotheek? Je bent geweldig, Bente! Weet ik. Ik ga meteen gemeente Berkelland bellen om geld. En ik vraag Rietmolense vrijwilligers om hulp. Dan blijkt al gauw dat de vernieuwde Mulle er is voor iedereen. Zelfs eenzame schilders doen er inspiratie op. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, dankzij Sam en Bente en al die andere enthousiastelingen ziet de toekomst van Rietmolen er toch weer een stukje vruchtbaarder uit. I could be